Ik spreek met Laurie, Laurie van Zeeland. En nu voel ik de kijker al denken en de luisteraar hardop zich afvragen. Goh, de zoveelste life coach die hier haar 7 stappen naar succesprogramma komt verkopen. Maar dat is niet het geval, hè? Nee, verre van. Jij bent geen coach? Nee. Jij komt hier om met mij te praten over mijn allerliefste lievelingsonderwerp, non-dualiteit. Ja. Ja. Je bent een jonge vrouw, de bloei van haar leven. Je bent 30. Mm-hmm, klopt. En ja, dat kom je niet zo heel veel tegen in dit wereldje. Wel bij bijeenkomsten, maar niet dat mensen jezelf zeg maar al over schrijven. Want dat is wat je doet, hè? Je schrijft blogs? Ja. Ja, ik schrijf blogs onder De Waarnemer. De Waarnemer. Ja. Zo heet je ook op Instagram. Ja. Zo kwam ik je ook tegen. Hoe is voor jou de zoektocht begonnen? Hoe lang is dat terug? Naar non-dualiteit. Ja, of überhaupt dat je je vragen begon te stellen van... Wacht eens even, iedereen vertelt wel dat het zo is. Ja. Maar is het werkelijk zo? Interessant wel, want het afvragen naar het waarom heb ik eigenlijk wel zover terug gehad als kind al, denk ik. Dat ik bijvoorbeeld nadacht over dingen als... Zou ik een nieuwe kleur kunnen bedenken? Hè? Wie zegt nou dat alle kleuren al bedacht zijn? Ja. Dus eigenlijk wel bepaalde conditionering bevragen. Ook wel bijvoorbeeld als ik dus op de fiets zat als kind. En dat ik iemand tegemoet fietste. En dan dacht van, ja, ik heb nou gedachtes over dat ik die persoon zie. Maar die ander heeft dus ook gedachtes. En iemand in de auto die voorbij raasde ook weer. Ja. En dus eigenlijk soort van een... Ik kon dat toen niet plaatsen, maar ik denk achteraf gezien wel een idee van... Het komt allemaal uit een soort van dezelfde eenheid. Mm-hmm. Of er zit iets van een verbondenheid in. Dus ik had het wel als kind al. Dus de waarom-vraag en ook al heel nieuwsgierig. Hoe oud was je toen? Ik denk 10 of zo. Ja? Ja. En kon je daar met je vader en moeder over praten? Zeiden die van nou... Kom maar zitten, Laurie. Leg hier wel even uit hoe dat nou precies zit met die wereld. Of kreeg je geen antwoorden? Ja, ik kan me niet herinneren dat ik dat heel erg heb geuit, zeg maar. Dus dat het meer onderdeel was van mijn binnenwereld dan dat ik dat uitsprak. Hmm, ja, je vroeg het je niet hardop af. Nee, dat is eigenlijk pas recent veel meer gebeurd dat ik het tot uiting ben gaan brengen. Ja. Ja. Wat had dat mee te maken dan? Dacht je dat je dan raar bevonden zou worden misschien of zo? Dat je dat soort vragen stelde of... Ik denk dat onderdeel is van de conditionering. Dus wat je hebt aangeleerd vanuit opvoeding. Mm-hmm. En in de mijne zat ook wel dat... dat het niet sterk is om alles te delen. Dus daar zat er misschien ook wel een soort van... veiligheid achter, zeg maar. Van als je dat in je houdt, dan kunnen mensen daar ook niet... Je mee om de oren slaan. Ja, en een beetje doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, zeg maar. Zo dat. Is dat iets typisch, dat is misschien iets typisch katholiek, sorry. Ben je katholiek opgevoed? Er zitten wel trekken, zeg maar, van dat in mijn verleden. Ja. Hè? Dus ik ben wel gedoopt en... Communie? Communie vormsel, ja. Ja. Maar niet vanuit een gedachte of zo. Dat was omdat dat hoorde in die tijd. Maar mijn ouders die zijn helemaal niet gelovig. Nee, maar ook dus niet zo uitgesproken over alles. Nee. Oké, dus dat heb je echt voor jezelf een soort van moeten ontwikkelen. En was er een bepaald boek of thema of iets dat je dacht... Nou, nu ga ik de koers bij de horens vatten. Ja, dat was zeker zo. Dus voor mij was dat na mijn eerste reis alleen. Dus dat was ook best wel dat de wereld in één keer voor me openging. Mm. Dus ik was een maand in Australië geweest. En daar kwam een vervolg op dat ik toen naar Cuba ging. En ik was daar een boek aan het lezen van Eckhart Tolle over Nieuw Aarde. Mm-hmm. En dat raakte me heel erg. Omdat dat zo duidelijk beschreef wat het ego is. Ja. En dat resoneerde heel erg bij mij. Dat ik dacht, ik snap dit. Ik snap dat, dat het subjectieve waarheid is in hoe je kijkt. Mm. En dat dat gekleurd is door wat je geleerd hebt en ervaringen uit het verleden. En dat maar gedachten zijn over die situaties. Mm. En iets wat me daarin heel erg bijbleef uit zijn boek was bijvoorbeeld dat hij beschreef... bij bezit, zeg maar. Hè? Dus je hebt een auto. En als het gewoon een auto is waar je in rijdt. En die rijd je in de prak.
dan is er een daadwerkelijk andere beleving als dat jouw auto was. Dus dat woordje mijn daarin is het enige verschil. Hè, het is alleen maar een woord, een concept. Maar de hele ervaring is anders die je hebt als dat je jouw auto in de kar rijdt. Ja, absoluut. Of gewoon een auto. Hoe kan dat dan eigenlijk? Ik bedoel, vereenzelvigen we ons zo met zo'n apparaat dan? Met zo'n auto? Worden wij die auto of zo? Ja, goede vraag. Ik denk dat het dus de ervaring is van dat ik, hè, daarin, dat maakt dus dat je een ervaring van pijn hebt. Hè? Ja. Dus je ervaart lijden in het tweede geval, waarin dat woordje mijn alleen verankerd zit, in het eerste geval niet. Want er wordt een stuk van jou kapot gereden of er wordt iets aangedaan. Ja, het gek is ook, ik heb eens een keer... Dus er zit identificatie. Ja. Dat is eigenlijk het ene verschil. Ben jij nu met de auto? Ja. Wel geleend. Oké, nou ja, maakt niet uit. Ja. Ik heb wel eens dat mensen me vragen van, waar is je auto? En dan zei ik ook letterlijk, ik sta aan de overkant. Ja. Toen zei die man, nee, jij staat, je auto staat aan de overkant. Dan zie je hoe snel je met een object identificeert. Ja, heel snel. Ja. En ik denk dat is interessant om te merken, dus hoe die hechting ontstaat met objecten en dus ook met ervaringen. Ja. En waardoor je het gevoel hebt dat jou overkomt. Ja. En dat boek daarin resoneerde op dat moment heel erg met mij. Toen kwam je terug. Ja. Toen heb je meteen al je bezittingen weggedaan. Nou, ik weet wel nog dat ik terugkwam en dacht voor het eerst bij mijn appartement bijvoorbeeld. Dat voelde niet meer helemaal als dezelfde beleving. Oké. Ik voelde daar een stuk onthechting of zo. Van, het zijn maar muren. Terwijl ik daarvoor altijd dacht, wauw, dit is je van het of zo. En ze zijn niet eens van jou, want de muren zijn net zo goed ook van de buren. Ja, dat is zeker waar. Hè? Dus daar ga je al. Ja, zeker, ja. En het dak, oké, dan zou je kunnen zeggen, het dak is van jou, ja. Maar als je niet. Nee. En als je in een huurhuis zit, alweer helemaal niet. Nou, dat is het geval. Ja. Toch is het ook wel lekker, want ik roep wel eens, ik voel me een soort gevangene van mijn eigen spullen. Hmm. Ze nemen ook je bezit van jou, hè? Ja. In dat geval, als je gaat denken dat je dit bent of dat je hier hebt. Ja, en ik denk dat daar levels in zitten. Dus de een heeft dat meer sterker, zeg maar, die identificatie dan een ander, maar... Het wordt onderdeel ook van je vaste omveld of zo. Dus, en dat is natuurlijk ook een relatie zo, voor mij dan. Ja. Dus hoe meer je een persoonlijkheid leert kennen, in een vriendschap of liefde, hoe meer je dat ook vastklikt, zeg maar. Dus er ontstaat een soort van verwachting, zeg maar. Want je kunt op iemand bouwen en je weet van, die is dus of zo. Ja. En dat maakt het dus ook heel moeilijk om weer met een frisse blik eigenlijk iedere keer ernaar te kijken of het nieuw is. Ja. En spullen doen dat natuurlijk ook. Dus toch het onderdeel van een van wie jij bent of zo. Ja. Van een verwachting. Ben je toen resoluut veranderingen gaan aanbrengen? Heb je je relatie beëindigd? Heb je een andere studie gekozen? Ander werk? Of ging dat niet zo resoluut? Nou, het resolute zat er denk ik eerder ervoor. Dus ik had, er zat een relatiebreuk voor die twee reizen, waarin ik denk ik ook inzicht door pijn heb ervaren. Dus er zijn twee manieren, inzicht door kennis, inzicht door pijn. En die pijn is toch vaak net wat, die blijft wat meer bij, zeg maar. En daarin heb ik heel erg het gevecht gevoerd om die relatie te willen redden, van hoe kan ik mezelf, de grenzen in mezelf opzoeken. Mm. En dus het gevoel van dat je jezelf letterlijk verliest. Mm-hmm. Om erachter te komen dat zelf eigenlijk niet bestaat. Dat dus een verhaal is van het brein. Van die conditionering. Maar dat ik dat eerst soort van symbolisch moest verliezen. Om daar ook pas achter te kunnen komen. Dus ik denk dat zat er dus voor. Mm-hmm. Wat tot veel inzicht heeft geleid. En hoe lang heeft dat pijn gedaan dan? Ja, ik denk wel een jaar of drie. Ja. Ja, zoiets. Ja, want ik werd daarin heel erg geconfronteerd met mijn eigen ego. Hè? Dus het verhaaltje over mijn eigen, waar ik zelf in geloofde. Ja. En wat geloofde je zoal? Ik denk dat ik verschillende manifestaties daarin heb, die ik herken, zeg maar. Maar mm-hmm.
in eerste instantie vanuit een stukje opvoeding het moeten verdienen van liefde op een bepaalde manier. Hè? Dus dat je dat niet zomaar mag. Dat mag niet voor het oprapen liggen. Okay. Dus het moet toch altijd een beetje mysterieus verpakt zitten of zo. Ja, je moet er je best voor doen. Je moet er je best voor doen. En ook wel een stukje veiligheid. Dus ik denk dat ik ook wel heel erg van mijn ouders geleerd heb dat als je dus dat je een bepaald plaatje zo kan vastklikken, zeg maar. Dus als je dan die relatie hebt en je hebt gewoon een baan dat je voor jezelf kan zorgen, en dan is het goed. Ja. En ik had in die relatie denk ik nog best wel een beetje starheid daarin. Van ik wil dit ook het liefst bevriezen. Zo, dit mag niet meer veranderen. Ja. Dus meer geloven dat het leven zo van constant is in plaats van veranderlijk. Ja. En maakbaar dus. Maakbaar, ja. Ja. Ja, ik denk dat ik daar wel best wel extreem in kon zijn. Ja? Ja. Je moest het perfecte plaatje hebben. Huisje, boompje, beestje. Ja, dat eigenlijk niet. Nee? Eigenlijk verre van dat zelfs. Want wat was er dan maakbaar? De liefde? Ja, ik denk het wel. Ik denk de liefde en ja. Relaties dus. Überhaupt het leven, hè? Dat is natuurlijk de grote vraag. Is nou, het dat leven ik dus, maakbaar? Dat ik dus het gevoel dat ik zelf daarin altijd aan de knoppen zou zitten. Ja. Jij stuurt. Ja. Dat is waar ik heel erg heel anders in sta nu. Ja. Je hoort wel eens de vergelijking met de Efteling. Ja, die is nu helaas dicht, hè, door de coronacrisis, maar die autootjes in de Efteling waar je dan in zit. En dan doe je het stuur naar rechts. En dan gaat hij ook echt naar rechts. Maar hij ging altijd al naar rechts. Ja. Alleen als kind denk je dan. Oh, dat komt omdat ik aan het stuur trek. Ja. He? Dat sfeertje. Ja. Maar toch kan het ook heel eng aanvoelen. Hè? Dat je gewoon denkt. Wow, what the fuck. Ik heb dus helemaal geen controle over wat er gebeurt. Dat is niet. Ja, dat weet ik niet. Ik vond dat best wel eng in het begin. Ja, ik vond dat eigenlijk meteen heel bevrijdend. Ja. Dus, dan heb je dus ook geen schuld aan de dingen. Ja, niet zozeer schuld. Maar ik vond het een onontdekt terrein of zo voor mij. Waar ik heel erg blij van werd om daarin te lezen. En meer gewoon de wereld te zien. En te horen wat er dan allemaal in te verkennen viel. Ja, er is een andere manier. Ja. En die was je aan het verdiepen. Ja, precies. Echt een zienswijze, zeg maar. En je dacht, ik onderbrak je. Nee, ja. Dacht je van, hier moet ik meer van weten. Dus je bent boeken gaan opslurpen. Ja, dat gebeurde eigenlijk wel. Dus het reizen werd meer, zeg maar. Ja. Dus ik ging vaker alleen op reis. En veel lezen inderdaad. Dus ik heb het heel erg vanuit een soort van intellectuele hoek benaderd. Ja. En dus inderdaad die kennis verslonden. En, wat bijvoorbeeld? Ik hoorde iets over Ramesh Balskar. Ja, The Consciousness Speaks. Ja. Dat vond ik een onwijs mooi boek. Je leest het in het Engels dus ook? Ook de Nieuwe Aarde, ook in het Engels gelezen? Nederlands volgens mij. Oké, maar dan Ramesh de... Ja. Ja. Gek is, het lijkt soms wel anders binnen te komen als je het in het Engels leest. Heb je dat ook? Omdat je vaak bij Nederlandse woorden heb je al, ik noem maar wat, bij het woord innerlijk heb je al een soort associatie. Mm. Maar als je het in het Engels leest, denk je, komt bij mij tenminste anders binnen. Ja, dat herken ik wel. Ja. Ja. Alsof het ook soms beter resoneert of zo. Ja, het is minder gekleurd. Ja, het is minder gekleurd, dat. Ja. Maar Ramesh dus. Ja, en ook een boek van Paul Smit over verlichting in de liefde. Dat vond ik ook heel mooi, omdat daar een soort van... Ik vond daar herkenning in, zeg maar, van wat er gebeurde. Mm-hmm. Dus dat je onthechting ervaart en een nieuwe kijkwijze daarop. Maar dus ook in een fase dat ik net voor... ik ben dus op wereldreis geweest, een paar maanden terug, een half jaar... op reis. En net daarvoor, toen had ik ook wel een fase dat ik een beetje lusteloosheid meemaakte. Ja. En hoe uitte zich dat? Nergens meer zin in hebben? Of nergens meer van kunnen genieten? Denken van, als het dan al die inzichten, zeg maar, die leiden tot alles... is een lang heden, zeg maar. Er is eigenlijk helemaal geen verleden en geen toekomst. Want het zijn allemaal maar gedachten daarover. En iedere gedachte iedere actie heeft weer een koppeling naar een toekomst. Of zo dacht ik op dat moment. Wat heeft het dan voor zin? Ja, de nutteloosheid. Ja, dat had ik toen een tijdje. Ja. En ik denk dat daar ook weer... Dus de reis heeft daar ook weer verdieping aan gegeven... En een Satori retreat. Waarin
waarin ik dus veel duidelijker, waar het intellectuele veel meer als een soort van ervaring in mijn systeem kwam. Want wat deden jullie daar? Vasten, mediteren, de hele rambam? Ja, eigenlijk wel. Ja, op allerlei verschillende manieren. En dus echt in dat dieper bewustzijn komen, waarbij je dus ervaart dat je gedachtes dan toch veelal uitschakelen, zeg maar. Hmm. En dat kan ik nou tegen jou vertellen, of tegen een vriend of vriendin. Maar het in woorden benoemen is echt iets anders dan dat je het zelf doet. Ja. Het maakt een andere indruk. Ja. En dus dan wordt het nog meer een waarheid. En ben je anders, natuurlijk kom je anders terug van zo'n wereldreis, maar hoe anders ben jij teruggekomen van die wereldreis? Ik bedoel, herkenden de mensen je nog terug? Of ben je nog steeds dezelfde? Een paar meer grijze haren. Ja. Maar inderdaad, kun je nog lachen om dezelfde dingen? Of, ja. Of is je vriendengroep nog steeds hetzelfde? Ik bedoel, het is niet zo dat je echt totaal verlicht, kale schoren terugkwam. Nee, want daarvan merkte ik dus ook van, dat is ook weer een spiritueel ego natuurlijk. Ja. Ik voel me in de basis nog heel erg hetzelfde. Maar er is ook heel veel veranderd. Maar je ziet dat niet aan me, denk ik. Dus ik lag nog steeds om dezelfde flauwe onderbroeken lol, zeg maar. Maar er zit veel minder kramp op. Dus door het reflecteren op wie ik als ego, zeg maar, ben. Mm-hmm. Gespeeld heb of nog steeds doe. Hè? Dus daar echt dat binnenste buiten te keren. Heeft dat heel veel vrijheid gegeven eigenlijk om daarvan los te komen. En dus veel meer in het heden gewoon te genieten van wat er dan is. Okay. En veel minder te projecteren op een toekomst of te blijven hangen in angst vanuit een verhaaltje van het verleden. Ja. En ik denk dat het verschil is voor de mensen om mij heen. Dus ik denk dat ik had het. Nou, het grootste verschil is ook wel dat dat systeem is doorgeprikt of zo. Dus ook dat ik de samenleving anders ben gaan ervaren of zo. Want het is gewoon, we hebben dit zelf bedacht. De manier waarop we leven, de economie, hoe die draait. Dat welvaart veel meer leidend is dan welzijn. En dat taal, zeg maar, afgescheidenheid creëert daar binnen. En ik ben het gewoon iets meer als een film gaan zien, dan een illusie of als zo. Als één verschijning. Ja. Ja. Je hoort ook wel eens het woord Fata Morgana. Het lijkt er te zijn. Hè? En je hoort in non-dualiteit vaak dat dit een droom is. Hè? Heb jij het idee dat we dit nu, dat we nu gewoon in een droom zitten, die zich in het bewustzijn afspeelt? Mm. Ja, ik denk het wel. Ik denk non-dualiteit bestaat niet zonder dualiteit. Dus ik, Laurie, ervaart dit als Laurie. Mm-hmm. Hè? En maar het is eigenlijk een verhaaltje. Dus ik denk, want ik ben zowel die acteur, zeg maar, als de film zelf. Ja. En dus het is op een bepaalde manier een droom. Maar ja, het is zo moeilijk om daar aan dat woord, zeg maar, uitleg te geven van wat dat dan is. Ja. Proberen woorden te geven aan het onbenoembare eigenlijk, hè? Ja. En dat is dus ook lastig. Ik bedoel, stel nou iemand die een oogje op jou heeft en die gaat dit nu kijken. En die denkt dan misschien van, wat zou ze gebruikt hebben? Paddo's? Krijg je wel eens dat soort commentaren? Mensen zeggen wel eens vaak dat het allemaal zo zweverig is waar wij het hier over hebben. Hè? Op dit platform. Terwijl ja, je kan het ook heel rationeel bekijken. Dat is wat jij natuurlijk ook doet. Je onderzoekt de dingen, je benoemt de dingen. Heb je er wel eens last van? Ja, ik merk wel sommige mensen, dat zijn dan vooral mensen die me kennen uit hun verleden, zeg maar, die zoeken wel heel erg naar een soort van, die projecteren nog steeds een plaatje, zeg maar, op wat ze dan zien van mij in het moment. Want je was een soort party animal? Je stond boven op de bar te dansen met flesje champagne? Nee, ik heb het natuurlijk ook wel gedaan, maar nee, ik heb er nooit zoveel over gedeeld. Dus ik heb mijn binnenwereld altijd heel erg in me gehouden. Dus het is voor mij niet wezenlijk anders. Alleen ik heb daar gewoon weinig woorden aan gegeven. En ik denk dat het verschil is. En ik denk dus dat daar zit soms wel eens frictie. Ja? En mensen blijven toch mens ook om te onderzoeken van, als ik iemand ontmoet, past dat dan bij mij? Ja. Dus ze zoeken de identificatie en projectie. En dat gebeurt bij mij natuurlijk ook. Dus
En daar probeer ik dan uit te blijven. Maar dat, ja, soms is dat wel eens raar of zo. Ja. Ja. Ik denk niet per se zweverig altijd. Want ik probeer het niet op te dringen. Nee. Of zo. Dat heb ik ook wel geleerd. Ik had een fase dat ik ook dacht van ik moet mensen hier, ik moet dit vertellen. Ja. Ik moet, de verliefdheidsfase. Dit moet van de daken geschreeuwd worden. Ja, want er is een nieuwe werkelijkheid. Ja. Hè? Maar ja, met het idee dat ik denk dat vrije wil niet bestaat, is het al bepaald. Dus bewustzijn stroomt door ons heen. Mm-hmm. Het is niet iets wat wij creëren. En ik vind Paul Smit, die maakt dat altijd zo mooi, klein, heel, heel duidelijk. Die zegt, die gedachten die komen en gaan, daar heb jij niks aan geregisseerd. Ja. En zo is het eigenlijk voor iedereen. Dus ik kan niet ervoor zorgen dat iemand anders dat bewustzijn wel of niet op die manier ervaart. Ja. En ik denk dat daarin berusten is misschien wel het grootste cadeau eigenlijk wat je iemand anders kunt geven. Want dat betekent dat je dat ook niet, je duwt daarin niet in. En je leeft dus ook nog gewoon. Ik bedoel, jij gaat gewoon, ja, nu gaat het dan even niet. Je gaat gewoon op stap. Je bent niet de hele dag beschouwelijk bezig. Of van, nee, ik ben onthecht van uit eten. Of, dat zie je natuurlijk, je ziet soms inderdaad spiritueel gedrag. Ben je veganistisch of vegetarisch? Nee, nou ik probeer wel bewust te leven. Zoals ik dat woord zelf ervaar. Dus gezond eten, ja. Bewegen, lezen, nieuwsgierig zijn, zeg maar. Ook wel eens mediteren, maar ik doe dat wel intuïtief. Dus ik leg mezelf dat niet op. Ja. Van ik moet nou 's ochtends op dat kleedje gaan zitten. Want dat is dat ego. Ja. Ik wil me daarmee identificeren, zeg maar. Ik hoor dat in Amerika zelfs nu kampioenschappen mediteren zijn. Wie het beste kan mediteren. Oh ja. Ik geloof dat een Nederlander de eerste keer gewonnen heeft. Dus dat is alweer weer grappig. Maar jij leert, denk ik, wat leer je op zo'n wereldreis? Leer je daar juist de verschillen of de eenheid zien van alles en iedereen? De eenheid, ja. Ja? Dus ik vond dat onwijs bijzonder om mee te maken. De mooiste ervaringen waren toch wel dichter bij de natuur, merk ik. Is ook helemaal niet iets wat ik van jongs af aan heel erg heb gehad of zo. Mm-hmm. Het is echt al iets wat nu veel meer eruit komt. Maar dat ik bijvoorbeeld rondom de zoutvlakte was, bij Bolivia is dat. En dan heb je dan hele mooie meren met alle kleuren. En daar staan dan flamingo's, zeg maar, hun maaltje in te pikken. En daar is het helemaal stil. En er is helemaal niks verder. En ik had daar gewoon een heel sterke ervaring bijvoorbeeld. Van ja, tijd bestaat gewoon niet. Dus dat is echt een menselijk concept. Het is een duiding die we geven aan verandering. Een cyclus van dag en nacht of van een seizoen. Maar dat tijd bestaat eigenlijk niet. En de natuur, die laat je dat dan, vind ik, heel erg zien. Mm. Zo van, en soms vind ik dat moeilijk om dat in woorden te gieten wederom, hè. Maar ik kan het dan heel erg voelen van, ik sta hier nu, maar over een week ben ik hier weg. En dan zit ik in mijn andere omgeving weer. Maar die natuur gaat gewoon door. Die, ja. Die plek bestaat nog steeds. Ja. Dus dat soort ervaringen heb ik heel erg meegemaakt tijdens mijn reis. Dus niet zozeer met mensen. Je zou kunnen denken van, ik wil allerlei soorten mensen leren kennen en daar dan de gemene deler in ontdekken. Heb ik ook wel natuurlijk, want ja, je reist alleen, dus je komt onwijs veel mensen tegen. En dat is ook heel erg leuk, die ontmoetingen en de verschillende verhalen. En iedereen heeft dezelfde thema's in het leven. Hè? Liefde, werk, geld. Ja. Nou ja, dat soort dingen. De dood bijvoorbeeld ook. En dus, tuurlijk. En dus ook bijvoorbeeld de rol van religie daarbinnen, van politiek. Ik was bijvoorbeeld in Chili en daar waren dus de protesten gaande tegen de overheid. En dus je ervaart daarin hoe mensen vorm geven aan een vorm van leven. Dus mm-hmm. Dat is heel bijzonder. Maar ik denk dat ik misschien wel het meest heb ervaren door de stiltes. Dus, en door het alleen zijn. Dus het alleen zijn heeft voor mij daar ook wel nieuwe levels nog bereikt. Hmm. Of zo. Dat ik soms wel eens 3-4 dagen maar een paar zinnen heb gesproken. Ja, niemand sprak bijna. En dat ik daarna weer in een groepje kwam. En dan onwijs moest lachen. Bijvoorbeeld met 2 Nederlandse jongens waren dat op dat moment.
En dat was gewoon een soort van cabaretshow. En daar kon ik zo onwijs mee lachen. Maar dus dat ik me besefte, ik heb gewoon al best al lang niet meer gelachen. Ja. En gewoon dat je dus, je gaat jezelf observeren. Ja, en je ziet die contrasten tussen alleen zijn, samen zijn. En dan voelt dan toch, voelt dat prettig? Of hunker je daar op een gegeven moment niet naar? Ik zou me kapot vervelen, denk ik. In mijn eentje. Geen wifi? Ja, nee, ja, natuurlijk had ik op veel plekken wel gewoon wifi, ja. Natuurlijk. Nee, vond ik helemaal niet. Nee? Ik vond dat ultieme vrijheid. En dus ook de tijd, dat je dus gewoon die tijd hebt om daar mee bezig te zijn. En heb je daar nooit angst gekend in die dagen? Wel eens, maar niet heel veel. Oké. Okay. Want dat doet denk ik deze zienswijze ook wel. Is dat je creëert overgave van... Ja, dat wat er is, dat deal je mee. Ja. En soms is dat verdriet en soms is dat plezier. Maar je hoeft er niet meer per se een verhaal aan te koppelen. Oké. Okay. Dus je accepteert die emotie, zeg maar. En daardoor is die denk ik ook wel weer sneller weer weg. Ja. Ja. Je schrijft op dewaarnemer.eu. Mm-hmm. Ik heb daar een paar dingetjes uitgepikt. Wanneer je zelf in staat bent om vanuit de innerlijke rust te handelen, ben je in staat veel meer te geven aan anderen. Dus jij bent minder egoïstisch geworden? Of denk je vaak bij het eerste, ik noem maar wat, stel je koopt iets, je denkt, oh, dat is leuk voor die ander? Of hoe uitzicht dat nu dan? Ja, ik denk dat dat onder is van een van de inzichten. Dus dat als je op een gegeven moment, zeg maar, dat niveau van dat bewustzijn, dat non-duale, met een glimp, zeg maar, ervaart, dan voel je dus ook van dat ieder mens draagt dat in zich. Mm-hmm. Dus het is niet alleen bij mij, maar dat is eenheid. En dus dan draait het ook niet meer alleen om jezelf. Mm. En dat is eigenlijk wat ik daar met die woorden meer bedoel. Dus je herkent dan ook de bron van liefde in de ander. Ja. Maar vaak nemen we de tijd daar helemaal niet voor. Dat, hoe lang jij en ik elkaar nou bijvoorbeeld in de ogen kunnen kijken, mm-hmm. dat doe je eigenlijk dagelijks helemaal niet. Nee, het wordt ongemakkelijk. Ja, denk ik ook wel. Ja. Of er wordt iets van gemaakt. Wat wil die van me? Of wat wil zij van me? Ja. Of, ja. Terwijl uiteindelijk de bron van leven is hetzelfde. Ja. Het zijn kijkt naar het zijn. Ja. Het zijn is met het zijn. Het zijn praat met het zijn. He, daarom vind ik dit soort gesprekken ook altijd zo fijn. Ja. Ja, een soort dans van het zijn. Ja. He? Ja. En het met niks tot doel. Is dat misschien ook wel wat het zo fijn maakt? Ik bedoel, wij zijn nergens op uit. Mm. Dat we denken, ja, we moeten wel even goed scoren op YouTube of wat dan ook. Weet je wel? Dat je denkt, of dat jij ook hier zo zit van, ik moet toch even een goede versie van mezelf kopen. Mm. Kijk, dat blijft toch, dat valt nooit helemaal weg, denk ik. Want het duale, het ego blijft. En dus dat is ook, maar dat hoeft helemaal niet slecht te zijn. Dat merk ik ook, dat mensen vaak het associëren met negatief. Terwijl het kan ook bijvoorbeeld gewoon een projectie zijn. Want ik had in het verleden een hele leuke zaterdagavond met die vriend. Ik wil dat dan de volgende keer ook weer zo is. Precies. Dus dat is ook iets plezierigs. Maar nog steeds wel een projectie. Maar ja, ik denk dat het wegvallen van dat doel, ja. Dat maakt het heel prettig. En dat zijn voor mij ook vaak de ontmoetingen die het meest bijblijven. Is als je daar soort van een avond weggaat. En dat je denkt, van er was helemaal geen tijd. Ja. Omdat die er ook niet is. We losten op, ja. Losten op in het zijn. Maar dus de mensen dus die daar een bepaalde kwetsbaarheid hebben of zo. En dus niet de identificatie voelen met dat ego. Of daar vrijheid in voelen om daarvan los te komen. Dat zijn vaak de leukste ontmoetingen, denk ik. En daar doen we veel voor. Hè? Daarvoor gaan we naar dansfeesten. Want dan kunnen we dat ik-jasje ook uittrekken eigenlijk. Hè? Al dan niet met een pilletje. Mm. Muziek kan dat met je doen. Hè? Ja. Dat je jezelf vergeet. Ja, activiteit, ook sporten. Ja, sport, seks. Ja. Alle fijne dingen van het leven eigenlijk. Dat zegt Jan van Delden wel eens mooi. Dan is Jantje weg. Hmm. Jantje bemoeit zich er dan even niet mee. En daar is die verbinding. Daar is die eenheid. Later komt Jantje terug en zegt van ja, het was eigenlijk wel druk op dat feest. Hmm. Of het bier was eigenlijk een beetje lauw. Ja. Dus je hebt niet meer zoveel last van jezelf. Ja, dat heb je wel mooi gezegd, ja. Ja. Ja, want dat had ik eerst veel meer. Ja, dan was ik daar ook, zat ik daar ook in gevangen. Ja. Ik vind dat het zo moet gaan. En dat heb ik helemaal niet meer. En je omgeving? Want ze zouden eigenlijk kunnen zeggen, ja, je bent nu 30. En wordt het niet eens tijd om je te gaan settelen, weet ik veel. Ja. Krijg je dat soort commentaar? Of valt dat ook weg?
Ja, dat commentaar krijg je altijd wel eens. Maar ik ervaar niet heel veel. Ik denk dat mijn ouders, in ieder geval, ik heb dus nog een broer en een zus ook. Die weten ondertussen wel dat wij een beetje aparte zijn. Allemaal? Ja. Alle drie? Ja, op verschillende manieren natuurlijk. Maar het is alle drie wel nog alleen. Maar nee, die druk voel ik niet zo. Nee. Geef je dan nog op een andere manier uiting aan? Schilder je? Maak je kunstwerken? Boetseer je? Speel je piano? Dat heb ik wel gedaan in het verleden, piano gespeeld. Dat is wel iets waar ik van nu weer ook tijdens het reizen van dacht, oh, dat lijkt me heerlijk om dat weer te gaan doen. Kwam ik een dame tegen ergens along the way en zij speelde dat en we zaten zeg maar samen een beetje gewoon te freewheelen. En toen dacht ik van ja, dit is heel fijn. Dit is gewoon dat de vrije loop laten. Mm-hmm. Dus dat wel. Maar voor mij is dat schrijven wel echt, zeg maar, de manier om daar... Ja. De waarnemer.eu. Daar staan blogs. Nog geen boek van je. Misschien dat ooit in de maak is. Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Dat is wel iets wat waarvan ik denk van, nou, dat zou misschien nog wel iets kunnen zijn. En dan hierover? Of iets heel anders? Nee, hierover. Ja. Ja, en dus vanuit mijn eigen verhaal wellicht. Of... Ja, maar ergens denk ik ook van, ja, is dat nog interessant, weet je wel? Zitten mensen hier nog op te wachten? Ik weet het niet. Nou ja, het kan altijd nog. En even voor de duidelijkheid, ik kan me voorstellen dat de mensen nu aan het kijken of aan het luisteren zijn en zeggen, wat doet zij dat allemaal van? Jij zit niet de hele dag te filosoferen, je hebt ook gewoon een baan. Ja, hè? Ja, zeker. Is dat lastiger om nu gewoon een baan te hebben, omdat je eigenlijk weet van ja, het is toch allemaal maar umsonst, zoals de Duitsers zeggen. Ja. Kan je wel daar nog vervulling in vinden? Ik bedoel, is dat iets wat je denkt van ja, we gaan ervoor, we gaan het bereiken. Terwijl je eigenlijk stiekem weet, er valt niks te bereiken. Ja. Het is al compleet. Ik moet zeggen dat voor mij zeker wel weer aarde was ook van het reizen terugkomen. Dat ik daar wel mee struggelde. Want ik voelde heel sterk van het is gewoon belangrijk om iets te doen waar ik in de activiteit van geniet. En dus dat, omdat het resultaat gewoon irrelevant is. Ja. Niks te bereiken valt. Ja. En dus ook wel inderdaad een zoektocht heb ervaren daarin. Van hoe gaat dat dan voor mij eruit zien? Maar ik heb wel heel intuïtief daarnaar geluisterd. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Maar dus om te luisteren naar waar word ik blij van. Mm-hmm. Niet van de baan met een mooie titel en een mooi salaris. Ja, dus dat wel. Maar ik merk wel dat voor mij... wel een thema is. Dus niet iets waarvan ik denk, daar moet een oplossing voor zijn nu, omdat ik dus geloof dat vanzelf blijft veranderen, omdat het nou eenmaal veranderlijk is. Maar wat is mijn rol in de maatschappij? Hoe kan ik op mijn manier bijdragen aan een verbeterde manier van welzijn of zo? Okay. Dat heb ik wel. Maar de vorm mag van mij, zeg maar, openbaren of zo. Ik laat dat een beetje ontstaan, denk ik. Ja. Ja. Je maakt geen carrière. Je hebt geen vision board waarop hangt over 5 jaar executive of die auto of dat huis. Of... Nee. Nee. Nee, niet meer. Wel mee geëxperimenteerd? Ik denk dat het er voorheen meer zat, maar ik heb dat nooit heel sterk gehad. Ja. Ik denk dat wel een soort van fijne basis is die ik van mijn ouders wel heb geleerd. Dat status helemaal niet belangrijk is. Ja. We hebben ook echt ons hele leven in een heel oud huis gewoond, wat heel lelijk was. En ja. Ja, mijn ouders die vonden dat helemaal niet belangrijk. Nee. Dus dat is al lekker. En die filosofische kant, komt dat bij je vader of bij je moeder vandaan? Dat zit vaak al ergens, toch? Ja, ik denk wel allebei niet nee? zo. Nee? En met je broer heb je het hier wel eens mee over, hè? Ja. Dus die heeft dat ook. Ja, maar ik denk dat het misschien eerder, maar dit is ook maar een hypothese, hè? Dit is ook maar weer gedachten over een verhaal, maar dat het wellicht meer is dat we daarin nooit heel erg avontuurlijk zijn geweest. Dus omdat we dachten van doe maar normaal, maar gek genoeg. Dat het eerder een tegenbeweging is. Dus dat we later, dat op een bepaalde manier is opengegaan, voor mij ook heel erg door het reizen en door die relatiebreuk, dat in één keer dan die interesse ontstond. Maar ook, wel trouwens, ik haal er ook maar flarden bij natuurlijk nu, maar de interesse die ik had als kind wel al naar gedrag van mensen, dat heb ik wel altijd heel sterk gehad. Dat ik bijvoorbeeld bij televisie kijken,
lag mijn vader altijd op de bank, mijn moeder in de stoel. En dan, ik zat zeg maar hier en ik was minder zeg maar naar de tv aan het kijken. Ik was juist aan het observeren hoe de neus van mijn vader op en neer ging als hij een grap aan het onderdrukken was. Of bij mijn moeder een trillende kin bij een emotionele scène of zo. Ja. Dus het waarnemen, dat heeft er wel op een bepaalde manier altijd wel ingezeten. Dus je bent een soort gedragswetenschapper. Dat is nou, hobby. Hobby, ja. Ja. Hobbyist. Ja. Ja. Ik las op je site ook iets over geluk. Geluk met een reden is niets meer dan pijn in een andere gedaante. Dat vond ik een mooie. Iets uit het boeddhisme of zo, denk ik, hè? Ja, dat is van Vedanta, ja. Oh ja. Het kan ten alle tijden van ons worden weggenomen. Ben jij gelukkig? Of is zelfs gelukkig maar een slap aftreksel van wat je werkelijk bent? Ja, dat zeg je wel mooi. Ik ben wel gelukkig. Omdat ik dat laagje van zijn heb mogen ervaren. Want het zijn maar glimpsen. Het is, maar omdat er een soort van zienswijze is ontstaan dat het dus allemaal een illusie is. Is er geen zoektocht. Er is niet meer echt een zoeker die geluk extern zoekt. Ja. En ik denk dat daar ontstaat veelal het lijden. De promotie willen maken naar die volgende baan of... net een nieuw huis hebben gekocht, maar het volgende huis op de hoek wat groter is alweer zeg maar gespot hebben. Ja. En je bent vrijgezel. Je zou kunnen denken, ik ben pas compleet als ik een partner heb. Of als ik die aandacht krijg. Ik bedoel, jij lijkt me niet het type wat zit te swipen op Tinder. Nee, niet echt. Nee. Misschien ik heb het ook wel gedaan. Maar... Misschien is het voor de lol, maar om eens uit te proberen. Maar ik kan dat dan ook niet... Ik moet dat ook weer sociologisch ook bekijken dan. Dus ik kan... Ja, dat is een vleeskeuring natuurlijk. Nou, ik ga dan ook meteen op zoek naar hoe dat psychologisch tot stand komt, weet je wel. Dus ik zie dat dan meteen als een muur van gezichten en die is niet representatief voor de straatsituatie. Nee. Maar wat dat dus ook met je doet. En dus ik kan daar ook bijna niet normaal naar kijken, want dan gaat mijn brein slaat alweer op hol, zeg maar. Ja. Heb je dat ook met Temptation Island? Wat bedoel je? Nou ja, het is ook een soort psychologisch spelletje wat daar gespeeld wordt, toch? Het lijkt wel alsof het gaat om de mooie lijven... En het versieren en het vreemd gaan. Maar ik zie daar, ik kijk daar ook met een andere bril naar. Mm. Ik vind dat heerlijk om te zien hoe dat brein van één stukje informatie een enorm drama kan maken. Mm. Dat... Zeker, ik vind dat het is wel vermaak. Ja. Ja, dat herken ik wel. Ja. En hoe kijk jij een film? Kun je dan nog wel normaal. Ik kijk bijvoorbeeld geen films meer. Ik kijk alleen maar documentaires. Omdat ik bij films al heel gauw kijk. Het is al allemaal niet waar. Mm. Maar een film is dubbel niet waar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik kan daar niet meer echt in opgaan. Tenzij het echt gewoon een heel goed verhaal is. Hmm. Ik ben minder een filmkijker, maar ik kan daar wel nog steeds... Want, kan je van genieten? Ja, want dan staat ook de tijd even stil. Dus dat doet het nog steeds wel. En series? Ja, minder. Maar niet heel veel. Wat doe je überhaupt zo de hele dag dan? Nou, werken dus ook. Taarten bakken. Wat? Schrijven. Tekenen vind ik ook wel leuk om weer af en toe te doen. Koken, daar hou ik heel erg van. Sporten, ja. Wat voor sport? Of gewoon in de sportschool? Ja, verschillende dingen. Dus pilates, maar ook boksen. Rennen. Ja, van alles. Ja. Ja. Dat is nu een moeilijke tijd, want alles is dicht. Of? Ja, nou dat is grappig dat je dat zegt, want ik ervaar het helemaal niet als heel moeilijk. Nee? Nee, voor mij is het niet echt een voor- en na-quarantaine, zeg maar. Nee? Nee. Hoe kan dat? Vertel ons je geheim. Nou, omdat voor mij dus na het reizen, waarin ik dus een half jaar uit een koffer heb geleefd, hè, waarin je eigenlijk weinig bezit hebt en merkt dat je dat ook helemaal niet nodig hebt. Ja. Maar ook iedere 3-4 nachten in een ander bed slaapt. Maar je hebt geen vaste plek. Ja. Dus alles is eigenlijk constant in beweging. Ervaar je dus onthechting. Hè? Dus ik kan er niet beter omschrijven dan dat. Je bent eigenlijk zelf uit dat systeem gestapt. Van bereiken en resultaat. Dus dat enerzijds. En anderzijds heb je dus ook niet meer die vaste omgeving en zo. Dus is het een beetje tot stilstand gekomen. En kom je meer dichter bij de essentie van, denk ik, waar van de basale manier van leven om draait. Namelijk veiligheid en voedsel en warmte en dat soort dingen.
En dus ik kwam terug in de tijd dat het systeem hier nog helemaal aan het draaien was op volle toeren. Waar iedereen natuurlijk in die... En dus ik, daar voelde ik me meer vervreemd ja. van, zeg maar. Dus dit is natuurlijker voor jou. Ja, en nu is het ja. heel interessant om te merken wat dit dus doet. Ik ken dat wel, ja. Als het in één keer helemaal stopt en dus mensen dat ook een beetje als confrontatie ervaren. Ja. Het is nu lekker iedere dag zondag, zo omschrijf ik het een beetje. En ja, ik vind het ook wel heerlijk. Ik denk ook, hé, eindelijk krijgen mensen ook eens de kans om te gaan ontdekken of ze nog wel, of dat allemaal nog wel bij ze past. Mm. Iedereen heeft zoiets, ja, maar iedereen gaat eigenlijk ruzie krijgen. Of iedereen is daar vervreemd van zijn baan. Ik denk, ja, maar dan was het toch wel jouw baan niet meer. Mm, ja. Als je nu denkt van, oh, wat fijn dat ik daar even niet meer naartoe hoef. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd of het iets gaat doen voor onze manier van leven. Hè? Hoe willen we met elkaar, weet je wel, dat het een blik werpt op... Moeten we überhaupt geld verdienen? Is er een economie nodig? En wat is welzijn en wat betekent welvaart? Ja. Dus eigenlijk een herdefiniering van die begrippen. Ja. Dat zou ik wel heel erg boeiend vinden. Ja, nou, je ziet wel voorzichtig wat initiatieven op dat gebied nu ontstaan. Ken je de Too Good To Go app? Dat van het eten. Dat je ergens dus bijvoorbeeld gewoon voor €5 een volle boodschappentas die eigenlijk weggegooid werd. Mm. Nou, mijn hartje danst daar nog altijd van als ik dat weer zo eens ergens doe. Of er zijn mensen, je bent gewoon een kniert, je wil gewoon niet te veel geld uitgeven. Nee, het is toch fantastisch dat dat kan. Ja. Dat vind ik zo'n mooi initiatief op dat gebied. Ja, heel, heel mooi. Even kijken, wat zei je nog meer op de site? Dat gaat hierover. We hebben dit leven gekregen om er iets mee te doen. Niet zozeer om kapitalistisch succes na te streven, maar om nederig te leven. Mm. Ja, en die nederigheid, hoe kunnen we die... niet dat we dat zelf doen, maar hoe herken je dat dan? Wat is nederig in deze? Niet te veel verwachten van het leven of een ander? Nederigheid zit voor mij in goed zijn voor elkaar. Dus... eigenlijk bij het doorzien dat ego dus maar een verhaaltje is, dat is ook wat ik bedoelde, dan kan het ook, als je dat eenmaal voelt, dan kan mm-hmm. het dus niet meer alleen om jezelf gaan. Ja. En dat zorgt er dan voor dat je gewoon liever bent voor elkaar. Ja. En ik denk dat is voor mij waar dat over gaat. En dus niet over... Dat lineaire pad of zo van succes wat we in het Westen ook denk ik heel sterk gemaakt hebben tot wat het leven dan zou zijn. No. En ook zo van het willen ontsnappen aan alles wat met ouder worden te maken heeft of met de dood uiteindelijk. Want volgens mij is alles terug te brengen daar naartoe. Zo van existentiële angst voor dat het leven dan ophoudt. Daarom verzamelen we zoveel, daarom creëren we zoveel, maar soort blijvend. Dat je denkt, dan ben ik er tenminste nog. Ja, zo zit onze hele maatschappij in elkaar. Nou. Ja. Je bent nu 30, voor hetzelfde geld word je maar 35. Ja. Baart jou dat dan geen angst? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Want je hebt al, heb je dan ontdekt dat de dood niet bestaat? Jij kan niet dood? Of wat jij bent in essentie kan niet dood? Of het is maar de vorm die... Ja, het is de vorm inderdaad. Dat body-mind mechanisme waarin Laurie zich nu zeg maar verhuld heeft. Mm-hmm. Maar dat bewustzijn, dat blijft op een bepaalde manier bestaan. Dat geloof ik wel. En dood en wedergeboorte heeft ook wel altijd te maken met elkaar. Dat is... ik heb dat ook wel ergens een beetje ervaren of zo. Toen ik tijdens mijn reis, toen voelde ik zelf een soort van sterfte van mijn ego op een bepaalde manier. Dus dat je echt voelt van, goh ja, dit is gewoon inderdaad helemaal niet waar. En daar komt dan echt wel weer een nieuwe voor terug. Ik bedoel, ik pretendeer echt niet dat ik die niet heb. Maar... En op datzelfde moment dat ik dat zo gebeurde, werd er van vrienden verteld dat ze een kindje kregen. Ja. En ik vond dat zo mythisch mooi of zo. Van dat moet iets met elkaar te maken hebben of zo. Dus je bent hier nu niet voor het eerst? Jij gelooft in reïncarnatie of in dat je steeds opnieuw terugkeert in vorm? Of? Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Nee, dat weet ik niet. Dat is ook, daar probeer ik me ook niet zoveel mee bezig te houden. Want dat is meer een verhaal voor mij. De acceptatie zit vooral in het leven in het nu verblijven. En daardoor ook niet die doodsangst ervaren. Ja. Dat is het denk ik meer.
En, god, dan schoot me net iets interessants te binnen. En ineens is het weer weg. We hadden het over de dood. Of jij bepaalde rituelen hebt. Hmm. Ik bedoel, ziet jouw dag er iedere dag anders uit? Of begin jij altijd met een bepaalde yoga pose en daarna een bakje havermout? Ik ben wel van routine. Okay. Dat wel. Dat, ik ben een ochtendmens, dus ik ben wel graag vroeg op. Wat is vroeg? Ja, 6:30, zoiets. Ook in het weekend? Ja, dat is dan ritme. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Heb ik rituelen? Ja, ontbijt is zeker een ritueel. Ik doe een periodiek vasten met ook het eten. Dus intermittent fasting. Ja. Dus ik eet dan mijn maaltijden in 8:00. Dus ik start mijn ontbijt eigenlijk pas rond 1:10 of zo. Ja. Dus het is nu ook wel weer een nieuw ritme met mijn werk dat net weer opnieuw begonnen is. Dus, dan moet je veel voor reizen. Ja, nu kan dat natuurlijk niet. Nee. Dus dat is eigenlijk best wel comfortabel ergens ook. Thuiswerken. Ja. Ja, dus ja. In je pyjama naar je laptop. Ja. Zouden we daar eigenlijk niet veel meer naartoe moeten? Ik bedoel, is het eigenlijk al niet van de gekken dat wij altijd maar naar een plek toe moeten om daar onze kunsten te vertonen? Misschien ben ik wel op mijn best in mijn joggingbroek achter mijn eigen laptop bij mijn keukentafel. Misschien beteken ik dan veel meer voor mijn bedrijf. Ja, ja, ik denk dat er veel meer kan op deze manier. Dat we daar nu ook achter komen. Nooit gedwongen wellicht door corona. Maar dat het best wel efficiënt gaat. Eigenlijk. Ja. Ja, dus dat er veel meer mogelijk is dan dan veel traditionele bedrijven waarschijnlijk konden bedenken. En ja. Ik denk dat dat ook heel, heel goed is of zo voor weer een nieuwe groei van het systeem. Als in hoe we willen werken. Fysiek blijft ook wel belangrijk om relaties te leggen. Ja, dat, mensen dat moeten samen te zijn. Ja, het heeft allemaal zo zijn functie, hè? Ja. En wat lees je op dit moment? Ik las op jouw website iets over Rutger Bregman. De meeste mensen deugen. Dat was jouw meest recente boekentip. Ja. Wat heb je daar aan overgehouden aan het boek? Wat vond je daar zo spannend en goed aan? Dat we op een bepaalde manier, dat er de beeldvorming is bij veel van ons, denk ik. Dat mensen alleen maar oorlog kunnen voeren met elkaar. En dat we tegen elkaar zijn. Ja. Terwijl hij juist heel mooi belicht door allerlei onderzoeken erbij te halen. En wetenschappelijke experimenten van honderden jaren terug. Waarin dus eigenlijk juist heel erg benadrukt wordt dat het beste in de mens naar voren komt. In prangende situaties. En wat ik ook heel mooi vond is, hij beschrijft de switch, de omslag van een jager-verzamelaarscultuur die we hadden. Waarin heel veel vrijheid was, waarin eigenlijk geen bewijzen terug te vinden zijn van oorlog. Waar dingen gedeeld werden en waarin we eigenlijk steeds als nomaden onderweg waren zonder vast verblijf. En dat er dus een landbouwcultuur ontstaan is op een bepaald moment. Hè, en dat daar dus ook concepten zijn ontstaan als jou en mijn. Want we gingen een hekje zetten om onze tuin. Ja. En waar ziekte ook ontstond omdat mensen in samenlevingen samen gingen wonen. En dat soort dingen resoneren dan bij mij nu ook steeds meer. Dat ik vanuit filosofische hoek, maar ook religie en de biologie, psychologie en dan de geschiedenis dingen bij elkaar begin te leggen of zo. Van, oh ja, zo is het dus ook gegroeid. En de ontwikkeling van het brein heeft ervoor gezorgd dat we ons als afgescheiden wezens zijn gaan ervaren. Zo dat soort dingen. Ja. En ik vond bijvoorbeeld laatst ook heel mooi om te zien een interview wat jij hebt gedaan met Aard. Hè? Aard Breed. Oh, Aard. Ja. Aard Breed. Aard Breed, ja. Over de tralies van taal. En dat is dan ook weer een invalshoek. En dan denk ik, ja, dat zijn cadeautjes voor mij dan. Ja, genieten, ja. Hè? Ja. Ja, ik luister dat gesprek ook graag nog vaak terug. Hij heeft hier ook op deze bank gezeten. Ja. En die man is 78. Maar als je hem hoort praten, denk je, ja, jij komt echt niet als 78 over. En dat heb ik nu bij jou ook. Jij komt niet over als de gemiddelde 30-jarige. Ja. Geloof je dan wel eens in, dan ben ik een oude ziel. Dat hoor je ook wel eens, hè? Ja, ik zei het zelf eerst ook wel eens, ja. Ik krijg het ook wel vaak terug.
Ik weet het niet. Nee. Maar je hebt ook wel dat speelse, neem ik aan, toch? Je kan toch ook wel gewoon lol trappen met vrienden als er een bal is op een voetbalveldje? Of ja. Dan ga je toch niet zo als Socrates op een bankje zitten. Nee. Waar is de bal eigenlijk ooit bedacht? Nee, ik hou juist heel erg van dat soort dingen. Dat is het allerbelangrijkste. Gewoon als je echt ook heel hard lacht, zeg maar. Mm. Dat is ook een moment dat je de tijd vergeet. Dat je ego er ook niet is. Nee. En dat is het allermooiste wel. Dus ik hou heel erg van dat soort ongein. Maar ook cabaretiers, Hans Thewe, Theo Maassen, dat soort figuren? Ja, ik vind Theo Maassen heel goed. Ik hou ook wel van zijn grove humor. Houdt zich ook bezig met Advaita, hè? Oh ja? Ja. Ah. Ja, dat is wel een beetje zo, hoor ik wel eens zo her en der, dat hij ook wel eens naar dat soort bijeenkomsten gaat en zo. Dus ja. En soms refereert hij er ook wel eens heel zo, eens opletten in shows, met een zinnetje naar. Ja, ja, dat wist ik niet, ja. Maar ik hou heel erg daarvan. Nee, het is helemaal niet allemaal serieus. Nee, maar even voor de duidelijkheid. Dat denken mensen soms van, ach, op wat voor pad begeef jij je nu? Ja, dat is, nou, ik krijg dat natuurlijk ook. Dus ik, een oud klasgenoot of zo, die sprak ik onlangs een keer. En die zei dat bijvoorbeeld ook tegen me op die manier. Van, jeetje, ja, je bent al ook met heel spirituele dingen bezig dan of zo. En toen zei ik ook van, maar we zijn hier gewoon, we zijn een gesprek aan het voeren nu. En ik hoef dit er eigenlijk helemaal niet bij te halen per se, zeg maar. Dus dit moment voor mij is gewoon helemaal goed zoals het is. Ja. Maar blijkbaar is het voor jou iets wat jou dwars zit. Of waar jij dan woorden aan wil geven. En dus ik merk toch vaak dat er projectie zit. Van conditionering over zo'n onderwerp. Ja. En ik hoop ergens ook door mijn schrijven om dat iets te normaliseren of zo. Ja. Om daar ook met een iets luchtigere kijk, ter grapje ook, dat aan te kunnen snijden of zo. Dus ja, ik word er wel mee geconfronteerd. Ja. Maar ja, je kunt het ook niet altijd veranderen. Nee, nou ja, dit gesprek draagt er hopelijk ook toe bij. Ja, dat hoop ik ook. Toch zien van, ja, het hoeft allemaal niet zo. Vind jij mij serieus? Nee, wel beschouwend. Ja. Maar ja, dat komt ook door het onderwerp. We zitten hier niet biertjes te tappen en moppen. Ja. Toch? Ik denk wel dat dat zou kunnen met jou. Kun je ons nog iets vertellen over die Satori Self-Mastery? Want daar zit toch weer het woordje zelf in. En wat doe je dan met dat zelf? Wat zit je jezelf dan opnieuw vorm te geven? Wat doe je? Dus tijdens de retreat bedoel je toch? Klonk zo spannend. het was eigenlijk een week in een groep van 10 mensen ongeveer. Met verschillende manieren van dynamic breathing, van ademhalingstechnieken. In dieper bewustzijn treden. Hè? En Satori is volgens mij letterlijk een woord wat betekent een glimp, zeg maar, van dat van het zelf. Ja. Het bewustzijn. En het is dus een manier, zeg maar, middels die ademhalingstechnieken vooral, om echt een beetje los te komen uit dat denken. En te voelen dat je dus bent, zonder dat ego daar gedachten over heeft. Wat natuurlijk ook wel weer gebeurt uiteindelijk, maar dat was wat het was. Ja, ja. Je leert daar niks. Je leert er eigenlijk heel veel dingen af, denk ik. Oké, ja, je laat dingen, nou niet los, maar dingen worden losgelaten. Ja. Ja, het is ook een manier om oud verdriet, denk ik, uit je lijf te halen. Dus, energetisch. Ja. Dus je hebt daar veel gejankt? Nou, een beetje. Ja. En gelachen. Maar ook geschreeuwd, dat je wel ziet bij die dynamische meditaties. Ja, die waren er wel. Ja? Maar ik heb volgens mij zelf niet echt, ik was niet echt de exorcist geworden of zo. Nee. Nee. En heb je nou niet het idee dat dat ook een beetje met seksuele selectie te maken heeft? Ik bedoel, er komt toch een bepaald type mens op af. Op zo'n retreat of zo. Ja, dat heb ik dus die ervaring helemaal niet. Dat was zo'n gemêleerd gezelschap. Van bewijzen van, en dan ga ik natuurlijk ook stereotyperen, maar de stoere motorman. Ja? En de sterke vrouw tot aan de vrouw die vroeger misbruik heeft ervaren. Ja. En zich heel klein voelt. Tot een wat zachtere man. De een zit in het commerciële wezen, de ander heeft een massagepraktijk. Ja. Super divers.
En dat maakt het juist ook heel verbindend. Oké, niet ons kent ons. Wat je wel eens hoort over Bali, daar gaat toch de typische mens gaat toch naar Bali. Heeft die film gezien van Julia Roberts en denkt daar iets te kunnen vinden of zo. En misschien is dat wel inderdaad de liefde of gelijkgestemden. Hmm. Dat heb jij niet. Of ik het zo ervaren heb? Of dat ik het zelf zo heb? Nou, die valkuil had ik wel in het begin. Dat ik dacht, ik moet me dus eigenlijk alleen nog maar met omringen met mensen die hiermee bezig zijn. Hmm. Ik kan me dan voorstellen dat je denkt, nou dan ga ik maar op een retreat of dan ga ik maar aan Bali zitten. En dan kom ik ze vanzelf wel tegen of zo. Nou, het heeft in eerste instantie wel geholpen voor mij. Omdat ik me daarvoor juist een beetje eenzaam voelde hierin. Om gelijkgestemden te ontmoeten. Dus dat heeft het wel deels gebracht. Maar toch, weet je, het is niet zo van dat het dan alle 10 even hecht is of zo. Het zijn toch altijd gewoon een paar dan, net als in ieder ander gezelschap. Dat heeft het voor mij wel gebracht. Dat je gewoon over hetzelfde thema kan praten. En het helpt wel ook ergens om dezelfde definitie aan woorden te geven. Hè? Terwijl als je mensen ontmoet die er nog minder mee bezig zijn, kan dat ook moeilijk zijn soms om elkaar te begrijpen letterlijk. En voor mij heeft het juist ook wel weer een brug geslagen later tussen connectie maken juist met iedereen. Dus ik had in eerste instantie ook wel een beetje het gevoel van, ja, kan ik nou nog wel dan aarden met iedereen? Levelen, ja. Maar dat is juist ook weer heel vernuftig van dat ego, dat zichzelf wil verheffen dan boven een ander. Ja. En dat, ik heb juist het gevoel dat voor mij de druk er heel erg af is van het thema. Dus dat het meer in mijn systeem gedaald is. Mm-hmm. Dus het echt meer een zienswijze is geworden. Zonder dat ik het overal moet gaan schreeuwen, zeg maar. En je vertoont geen verlicht gedrag. Ik hoop het niet. Nee, het was niet. Je zit er gewoon lekker bij zoals je bent. Ik heb ook wel eens meegemaakt hier op de bank. Ik ga even 5 minuten contact maken met de Heilige Geest, noem maar wat. Mm. En dan zaten we 5 minuten te wachten. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik wil het ook niet meteen veroordelen. Maar dat is wel leuk aan jou, dat je gewoon dat je er geen lifestyle van hebt gemaakt. Ik ben vanaf nu non-dualist. Ook wel eens Advaitist. Ja, wordt het weer een isme? Mm. Het is natuurlijk geen isme. Nee, en dat is wel iets, wel grappig dat je dit aanraakt. Want ergens ben ik begonnen met dat blog. En ik dacht, oh, wat fijn om eigenlijk mijn binnen- en buitenwereld wat meer op elkaar af te stemmen. Door gewoon mijn verhaal van me af te schrijven. Want het is voor mij ook een manier om mezelf te trainen op dat verhaal maar een illusie is. Ja. Dus om het te delen maak ik mezelf kwetsbaar. En helpt het ook om daarbij stil te blijven staan. Om er niet weer in te gaan geloven, zeg maar. Maar ik heb ook wel ergens gedachten gehad over, ik ben het nog steeds een beetje aan het aan het positioneren daarmee. Ja, de mooie sieraden maken. Ja, maar tegelijkertijd, als je daar dan heel ver in gaat, dan kun je ook zeggen, we stoppen gewoon met praten. Woorden zijn helemaal niet nodig. Ja. Want dat is allemaal duaal. Ja. En dat hebben we hebben toch nodig als mensen om connectie te maken. Nee, ik snap het. Ik vind het ook altijd een moeilijke balans vinden tussen hoe ver heeft praten nog zin of is stil zijn even waardevol dan wel nog waardevoller. Ja. Ik weet niet, ken je dat experiment van die 2 mensen dus die ook tegenover elkaar gaan zitten? Die vrouw met die man en dan ook niks zeggen, gewoon 20 minuten. En dan, dan komt natuurlijk ook een enorme, er komt toch van alles los. Ja. Want je communiceert toch. Ja. Ja, en je ziet op een gegeven moment, want dat soort oefeningen zaten bij dat retreat er bijvoorbeeld ook in. Je ziet jezelf in de ander. Hmm. Omdat het dus diezelfde bron is. En daar zijn dus geen woorden voor nodig. Ja. En dat is wel mooi. Alexander Smit zei wel eens, we zijn liefde op zoek naar zichzelf. Hmm, ja, mooi. Is dat dan de grote samenvatting van wat we eigenlijk de hele dag aan het doen zijn hier? We zijn liefde, maar we zoeken steeds die herkenning, een soort die spiegel die ons reflecteert. Oh ja, wij zijn liefde, wij zijn liefde, wij zijn liefde. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ik kan dat niet beter verwoorden dan dat. Ja. Ja. Dus liefde is niet, het is niet een goedje wat je, en daar ben je dus ook al achter gekomen, wat je geeft en krijgt. Dat is iets wat zich herkent. Ja, het is wat je bent, in essentie. Ja. Wat fijn, hè? Ja. 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 Dus dan hoef je ook niet bang te zijn dat het van je afgepakt wordt of dat het kwijtraakt. Dat kan niet weg, het kan niet op. Nee. Ja. Nee, en soms dan neemt je ego daarin een loopje.
Hè? Mm-hmm. Laurie of Patrick, die toch even het gevoel heeft dat misschien wel gebeurt. Maar ik denk dat de zienswijze, als die zeg maar dan eenmaal in je systeem zit, hè, van non-dualiteit, dan kun je dus heel gemakkelijk herkennen dat het maar weer een gedachte is. Ja, en niet waar dus. Ja. Byron Katie zei daar ook nog wel eens wat moois over wat hierop aansluit. Die zei, er is alleen maar liefde. Mm. Of een verborgen roep om liefde. Ja. Dus zelfs die mensen die met een mes op je afkomen, is een verborgen roep om liefde. Ja, en blijkbaar moet dat toch ook gebeuren. Dus terugkomend op vrije wil natuurlijk. Hè? Dus dat het manifesteert. Ja, je hebt niet altijd de controle daarover. Nee. Eigenlijk niet. Maar toch is dat gek. Je hebt mensen die lijken wel een soort van problemen aan te zuigen de hele dag. En ik kan me ook niet de laatste keer herinneren dat ik echt een probleem had. Mm. Wat is dat dan toch? Zijn wij dan zelf de probleemveroorzakers? Trekken we het aan? Mm. Stralen we het uit? Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat er toch dat gevoel is van afgescheiden zijn. Dus Jantje die in de auto zit en die afgesneden wordt op de weg door Pietje. En die boos wordt omdat hij denkt, dat wordt mij aangedaan. Ja. En jij gaat in mijn ruimte zitten. Mijn, jou, zeg ja. maar. En daar zit uiteindelijk natuurlijk ook dat gevoel dan van lijden in. Omdat je dus zo sterk de identificatie voelt. In plaats van in overgave eigenlijk te accepteren wat er gebeurt. Ja. En overgave is wat mij betreft niet onverschillig zijn. Het is. Je bent wel nog betrokken. Bij ja, wat, zeker. Ja. Ja. En nog steeds ontvang je alle gevoelens, zeg maar, die er bestaan. Het ja. is niet zo dat het dan alleen maar allemaal leuk is of zo. Nee. Maar het geeft heel veel ruimte, omdat je voelt dat het gewoon maar een sensatie is. Iets wat door je heen stroomt ja. of zo. En het is niet iets wat beklijft. Nee. Je gaat er niet zelf een soort klont van maken. Het blijft ja. vloeibaar. Ja, want herken jij ook in die zin dat je minder angst hebt? Ja. Nou, ik heb een heel creatief brein, noem ik het zelf altijd maar. Ook bij de radio was dat fijn. Hè? Mm. Dan kon ik gewoon. Radio is sowieso van een hopje poep een gebakje maken. Je moet van iets kleins maak je iets groots, om het maar zo te noemen. Maar ja, ik voed dat ding maar gewoon met filosofie, boeken. Ik geef het gewoon iets om op te knabbelen, zodat het ook niet de mogelijkheid krijgt om allerlei angstverhalen te verzinnen. Mm. Ja. Wat heb je dan het gevoel wel, dat je bezig moet zijn daarin? Ja, een beetje wel. Met zo'n ADHD-brein is best een uitdaging in die zin. Ja. Dus ik kan al, hè, dat heb ik ook van thuis uit geërfd, als de buurman een keer geen goeiemorgen zegt, ja, dat heb ik van mijn vader geleerd, dat is heel erg. Mm. Daar zit iets achter. Vertel, ja. Het heeft ook veel met onveiligheid te maken. Ik ben redelijk onveilig gehecht in mijn opvoeding, dus dan leer je ook wel signalen de hele tijd te scannen en zo, maar dat is eigenlijk al een groot stuk minder geworden, ja. Ja. En angst, ja, het speelt zich af, ja, dan ben je maar een keer bang. Ik bedoel, als je naar een horrorfilm toe gaat, dan wil je juist bang worden, hè. Maar als het om iets gaat wat dan zogenaamd met mij te maken heeft, inderdaad, iemand die op me afkomt rennen of... Maar ja, er is natuurlijk ook nog zoiets als existentiële angst. Ik neem aan, als jij straks op de snelweg rijdt en je ziet een groot stuk hout op je afvliegen, ja, je reageert natuurlijk wel. Mm. Ik denk niet, toch, ja, dat is toch maar hout. En... Nee, want dat zou dat die onverschillige zijn, ja. toch? Ja, nee. Dus er zal automatisch een reactie. Een handeling plaatsvinden. Ja. Ja. En dat is denk ik ook wat zo duidelijk maakt bijvoorbeeld bij dieren. Die hebben bewustzijn. En die hebben bijvoorbeeld angst in een moment verkrampen zoals er gevaar is. En vervolgens verdwijnt die angst en dus ook die kramp als dat het weer geweken is. Als ja. het gevaar weer verdwenen is. Maar er zijn geen vragen vanuit een zelfbewustzijn binnen dat dier dat zich afspeelt van waarom overkomt dit mij? Ja. Of ben ik dan niet leuk genoeg of ja, zo? Ja, het zal met mijn jeugd te maken hebben. Ja. Ja, dat dus drama wat dat wij... Dat is wat wij hebben. Ja. En dus ook het voordeel dat we daarmee dus relaties kunnen leggen. Ja. Want dat is wel natuurlijk ook het mooie daarvan. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Speelt relaties echt relateren zich op een niet op een ander niveau af dan de verhalen?
Ja, zeker. Ja, ja, maar het is bijvoorbeeld, ja, je hebt het is een manier. Je hebt tot op bepaalde hoogte toch ook wel taal nodig. Ja. Nou ja, communicatie. Als je dat vertaalt, geloof ik, in het Oud-Grieks of Latijns, is verbinding. Mm. Ja. Maar ja, je kan taal inderdaad ook eens een wapen inzetten. Hè, om constant met elkaar vliegen af te vangen. Mm. Ik hoop niet dat we dit in dit gesprek gedaan hebben, volgens mij niet. Kijk, we zitten al over het uur. Oh, misschien nog een mooie anekdote tot laatst. Ja. Dit had bijna niet plaatsgevonden, hè, omdat de buren hier nogal heftig aan het klussen waren. En we hadden eigenlijk al, zeg maar, in die berichtjes gezegd van, nou, dan doen we het maar een andere keer. Mm. En dan toch ineens gaat het door. Mm. Is dat niet nou zo'n mooi voorbeeld van, wij zijn de hele tijd de wereld aan het ondertitelen, maar wat zich moet afspelen, speelt zich toch wel af. Ja, ja, ik geloof daar ook heel erg in. Dat dit had dan bij elkaar moeten komen. Ja. En het moest toch ontstaan, blijkbaar. Ja. Hoezeer wij ons ook verzetten met allemaal ideeën van, ja, maar dadelijk is er gerommel bij de buren. Nou, het is doodstil geweest. Ja, dat klopt, ja. Ja. Maar geloof je dan toch in een soort grote regisseur? Of hoe, want dan zou je bijna gaan denken, er zit dus iemand op een wolk dat allemaal in de gaten te houden en met een joystickje, nee, dit moet wel, dit niet, dit wel, dit niet. Hoe vormt het zich dan? Ja, dat is natuurlijk de grootste mysterieuze vraag erachter. Ik hou me daar eigenlijk niet mee bezig. Dus, voor mijn gevoel is die filosofische zoektocht juist van tot een einde gekomen, in een rust. En het antwoord daarop gaan we nooit krijgen. Ja. En daar ligt denk ik ook, dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Hm. Dus ik heb daar niet zo'n gedachte over. Maar nou, je hoort wel eens, je vindt geen antwoorden, maar de vragen lossen op. Ja. Is dat wat bij jou ook gebeurd is? Ja, denk ik wel. Ja, de zoektocht stopt. Ja. Ja. Want je kan natuurlijk eeuwig een zoeker blijven. Hè? Je kan boeken blijven lezen, blijven toetsen aan allerlei andere religies en filosofieën. Ja, kijk, wat ik wel bijvoorbeeld heel interessant vind, is waarom dan toch de ene dat meer heeft dan de ander, zeg maar. Hè? En dat er mensen zijn die dat bij wijze van hun hele leven lang niet zullen krijgen. Of toch, zeg maar, die identificatie blijven behouden met die pijn of wat ooit hen overkomen is. En een ander heeft dat dan weer niet. En, maar dat is zo wonderlijk natuurlijk. Ja. Ja, dus, tuurlijk, ja, dat zijn wel dingen waar ik ook, ja, graag zeg maar een avondje over filosoferen zo met vrienden of nou met jou. Ja. Ja. Dat doet me denken aan de uitdrukking Maya. Dat zul je misschien ook wel eens gehoord hebben, de droomkracht hier. Mm. Er is dus iets, blijkbaar, wat ons ook in die verdroming wil houden. Mm. Hè, die ons wil doen geloven dat dit allemaal echt is en dat we zelf aan het roer staan. En als je dit zo ziet, is het wel weer eerlijk of zo. Dan, hè, je hebt de film The Matrix denk ik ook gezien. Mm. Ja, dat gaat hier eigenlijk over. Hè? Wil je in slaap blijven? Of nou, dan heeft het weer met willen te maken. Maar ja, de meesten blijven in slaap. En sommigen, die breken uit of zo. Mm. En dan zegt Jan van Delden wel eens, ja, maar dit wil dus ook daarna weer door jou verteld worden aan anderen. Ja. Het is een soort open geheim, zoals Tony Parsons het noemt. Ja. En dan daar hoef je niet geheimzinnig over te doen. Maar als er iemand, soms voel je wel bij iemand dat er wel een beetje ontvankelijkheid zit. Ja. Ja, dan hup. Ja, ja, ja. Dan komt het er ook uit, hè? Ja. Nou, en ik geniet daar wel gewoon heel erg van. Dus om het magische ook een beetje toe te laten in je leven, zeg maar. Dat je, kijk, enerzijds, ik kan de hele dag analyseren, ben ik echt heel goed in. Maar dus ook juist de andere zijde van het gewoon laten bestaan van mysterie. Ja. En, want er zijn gewoon dingen niet altijd verklaarbaar. Ja. En dat is ook weer heel erg leuk. Het maakt ook een beetje, zo ervaar ik het in ieder geval zelf, alsof het ook het kind weer een beetje in je losmaakt. Zo. Ja, het verwonderlijke. Ja. Dat je verwondert over dingen, ja. Ja. En het niet weten, daar gaat het toch uiteindelijk ook om, hè? Mm. Je begint deze zoektocht met je denkt, ik wil antwoorden vinden. Maar hoe meer je eigenlijk leest en ziet en hoe meer je ziet van, ja, maar dit valt gewoon eigenlijk niet te weten. Nee. Er is wel een soort intuïtief iets wat zegt, hè, maar het valt niet tot concept te maken. Het zou misschien ook, ja, dat zou ook wel heel saai worden, toch? Als je dit in drie zinnen op een tegeltje zou kunnen schrijven. En dan zeggen, nou, hier heb je de waarheid. Alsjeblieft. Ja. 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 Nou, dankjewel. Ja. Mooi gesprek. Ja. En als mensen met je in contact willen komen, sta je daarvoor open? Waar moeten ze, want dan zoeken we op de waarnemer? Of hoe? Ja, ja, dat is denk ik het makkelijkst. Dus op www.dewaarnemer.eu. Daar kunnen ze dan ook vinden wat ik schrijf en ook contact leggen als het, een e-mail. Je bent nog niet van plan om hier avonden over te organiseren als de boel weer open gaat?
Goh, dat is een leuke vraag. Ja, ik zei het misschien al een beetje eerder, maar ik denk dat het wel een vorm gaat krijgen op wat voor manier. En het lijkt me absoluut leuk om er iets meer samenkomst in te kunnen brengen. Dus interactie en gelijkgestemden bij elkaar brengen, dat is wel iets waarvan ik denk, ja, lijkt me wel leuk. Want nu is het toch iets meer vanuit mezelf en dan zie ik wel als mensen het gelezen hebben. En, ja, maar niet, het creëert nog niet het gesprek natuurlijk. Je wil wat meer interactie. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Ja, dus wie weet dat het ooit een soort van een boekenclub wordt of... Forum. Ja. Ja, maar je bent ook actief op Instagram, daar wordt wel eens gereageerd, hè? Ja. Nou, we gaan je volgen. Ja, wat leuk. Dankjewel. Ja, dankjewel. Oh, mag niet. Oh, fucking hand. Dan moeten we dit doen. Namaste. Dankjewel.